Ik ga Meriden voor enkele weken verlaten. En ik ben er blij om. De sfeer in huis is voor mij ondraaglijk geworden sedert de heer Bingley, en wie mama reeds lang mijn toekomstige echtgenoot vermoedde, plotseling naar Londen is vertrokken. En mama mij dit schier dagelijks verwijt. De invitatie van oom en tante Gardner kwam voor mij als een verlossing. En misschien, heel misschien, zal ik de heer Bingley in Londen weerzien. Maar Jane, lieveling, ik weet heel goed dat het niet aan jou gelegen heeft dat meneer Bingley je in de steek heeft gelaten. Ik bedoel, als je had gekund, dan zou je er heus van een stokje voor gestoken hebben. Oh, mama, alsjeblieft. Jij bent een erg lief kind, Jane. Jij hebt je moeder altijd de grootste medewerking toegezegd. Jij hebt nooit sabotage gepleegd zoals Lizzie. Die schijnt te denken dat de rijke bruidegoms haar als rijpe goudren net in de schoot vallen. Mama. Jawel, jawel. Ik weet heel goed dat jij denkt dat meneer Wicking jouw huwelijksaanzoek zal doen. Oh, ik sprake van, mama. Maar meneer Wicking is een mens die zich zijn positie in de wereld nog zou moeten verwerven. Het is best mogelijk dat hij aan het eind genoodzaakt is een buidel gelds te trouwen. Terwijl de dominee een vast inkomen bezit. Een mooie pastorie, een aardige moestuin, verse groenten alle dag. Dominee Collins trouwt volgende week met Charlotte Lucas, mama. Als huwelijkskandidaat kunt u hem nu dus gevoeglijk uit het hoofd zetten. Ik geloof dat het tijd voor je wordt om te gaan, Jane. Ja, ik moet papa nog goeiedag zeggen. Jean, denk eraan dat als je in Londen bent bij mijn broer, dat je dadelijk schrijft aan mejuffrouw Bingley. Ja, die moeten toch daar in Londen weten waar ze je eventueel vinden kunnen. Niemand van de familie Bingley zal zich ooit verwaardigen een bezoek af te leggen in een zo goedkope buurt als Cheapside, mama, waar tante Gardner woont. Mm-hmm. Mejuffrouw Bingley is altijd zeer op Jean gesteld. Zozeer dat ze de gedachte niet kon verdragen dat haar broer met mijn zuster zou trouwen. Ik zal Caroline Bingley schrijven, mama, maar daar blijft het dan ook bij. Ik wil de eer aan mezelf houden en het helemaal aan haar overlaten of ze de kennismaking wil hernieuwen of niet. Ja, maar luister nou eens. Papa, mag ik binnenkomen? Natuurlijk. Klaar om weg te gaan? Mm-hmm. Ik zal je missen, mijn dochter. Maar ik ben er zeker van dat het verblijf bij oom en tante je goed zal doen. Heerlijke stad, Londen. In ieder geval zal het je helpen om die spijtige liefdesgeschiedenis te vergeten. Toch, wat een minnaar. Ik neem het hem niet kwalijk, papa. Wellicht heeft mij alleen mijn eigen ijdelheid parten gespeeld. Vrouwen zijn nu eenmaal te gauw geneigd om meer te zoeken achter bepaalde hoffelijkheden dan alleen de wellevendheid die deze inhoudt. Een verwarring des geestes die de mannen maar al te gaarne voedsel geven. Oh. Maar ik ben blij dat je alweer zo verstandig uit de hoek kunt komen. Hè? Hoe minder het pad der liefde over rozen gaat, hoe meer de bruidstranen nabij komen. Oh. Ik zal je missen, kind. Het ware mij liever nu afscheid te moeten nemen van Lydia of Mary, in plaats van mijn oudste, met haar zacht en stil karakter. Vaarwel, papa. Tot ziens. Ik zal je schrijven. Doe dat. Schrijf me vooral direct. Als je daar in Londen wellicht iemand mocht ontmoeten die je op volle waarde weet te schatten. Oh, Jane, je mondje. Heb je bagage in de trein gebracht? En hier is iets voor de reis. Ah. Jane, schrijf je mij vooral over de toneelstukken die je in Londen zult zien. En over de mode en de feesten en alles. Oh. Want zelfs de grote stadslucht zo'n prikkelende uitwerking heeft op iemands gestel. Net als champagne. Als schrijf je hem of dat waar is. Misschien mag ik dan ook eens een tante Gardener. Ik vrees dat jij nog wat te jong bent voor dat soort champagne. Op landwijn kan meneer tenminste het oog houden. Maar ik zal je een stapel romans sturen. De nieuwste. Altijd alleen die liefde op papier maakt ook nerveus. En pianomuziek zal ik even min vergeten. Met papa in huis mag ik toch alleen maar spelen zonder gerucht te maken. Geluk in drukletters en geluidloze muziek. Hou daar maar eens een gezonde inborst bij. Mijn arme lammetje. Maar dan moet ik echt gaan. Dag, Lydia. Ja, waar is Lizzie?
Oh, haar hoogheid heeft het verkoren buiten afscheid van je te nemen daar koud te vallen. Oh, dag mama. Oh, dag lieveling. Had je het toch maar klaargespeeld om die man zijn jawoord te laten geven voor hij wegging. En had Lizzie nog maar tegen die dominee ja gezegd. Dan zouden we nu handen vol rijst hebben kunnen strooien. Integendeel, nog ga jij weg. En Lizzie staat buiten koud te vatten. En dat allemaal met de aanstaande voorjaarsschoonmaak. Vaarwel mama. Nu stapt ze in het rijtuig. Hiel slaat de portier dicht. En kijk eens wie daar aankomt. Meneer Wickham. Welk een knappe ruiter. Zou die gekomen zijn om jij nog even goeiedag te zeggen? Nee, hij ligt alleen zijn hoed maar even. Hij rijdt door. Wat is er, kind? Meneer Wickham slaat de weg in naar het huis van Maria King. Dat verwondert me helemaal niet. Huize King is een waar vossennest. Net zo'n uitgekookt stelletje als de familie Lucas. Denk alleen maar aan zichzelf. Halen iedere jongeman voor hun eigen dochters binnen. Huh? Iedereen staat er op de loer om een vrijgezel in huis te kunnen halen. Oh, ik kan het niet uithouden. Mijn zenuwen. Kind, kom eens hier. Ga eens gewoon naar buiten. Zeg tegen je zuster dat aan het eindhalte van de postkoets op Gardner staat en dat hij daarmee neemt naar Londen. Ja, mama. Ja. Te laat. Dan gaat je oudste zuster. Nou ja, die loopt nog geen 13 sloten tegelijk. Die komt heus wel bij de Gardners aan. Jane, schatje, je bent helemaal nog niet klaar. Kom, liefje, maak voort. Het is nog steeds modderig in de straten, dus vergeet niet ook je tripschoenen aan te trekken. Tante, zou u het erg vinden als ik vanmorgen nog thuis bleef? Lieve kind, je bent al 10 dagen hier en je hebt nog steeds geen stap buiten de deur gezet. Ik had je zo graag iets van Londen willen laten zien, maar op deze manier komt er natuurlijk niets van. Tante, ik verwacht iemand. Bezoek. Het bezoek waar je al die dagen al naar uitkijkt. Ik begrijp het, liefje. Maar mijn brief moet verloren zijn gegaan. Gisteren heb ik haar een tweede brief geschreven. En als ze die nou wel ontvangt en ze komt me wel opzoeken... en ik zou niet thuis zijn, dat zou ik verschrikkelijk vinden, verschrikkelijk. Een rijtuig. Oh nee, het rijdt verder. Ik dacht een ogenblik dat het haar rijtuig was. Jane, nichtje lief, vind je nu verstandig om zo te blijven hopen? Diep in je hart moet je toch weten dat mejuffrouw Bingley je hier nooit een visite zal maken. Maar waarom niet? In haar laatste brief heeft ze me toch verzekerd haar vooral te willen berichten wanneer ik in Londen zou zijn. En wanneer heb je die brief ontvangen? Vlak voor haar vertrek van Netherfield. Dat is alweer een hele tijd geleden, kind lief. Bovendien zeggen en schrijven mensen zulke dingen heel dikwijls zonder ze echt te menen. Maar zo is Caroline Bingley niet. Daarvoor is ze veel te oprecht. Ik help het je wensen, kind. Misschien ligt de fout wel bij mij. Hoezo? Misschien wil ze dat ik haar opzoek. Nee, kindje lief, je houding is volkomen correct. Het is in deze omstandigheden helemaal aan juffrouw Bingley om te bepalen of zij de kennismaking wil voortzetten of niet. Nee, nee, jij hebt je terecht aan de vormen gehouden. Voor pa zou zeker onder deze omstandigheden uiterst pijnlijk zijn. Ten slotte bestaat er enig standsverschil. Nou, ik geloof dat dat er weinig toe doet als men werkelijk om elkaar geeft. Als dat bij juffrouw Bingley het geval is, dan mag ze nu toch wel heel gauw komen. Wil ze daar nog enig blijk van geven? Kom, Jane. Daar komt weer een rijtuig. O, tante, het stopt. Tante, het is Caroline Bingley. Oh, ze stapt uit het rijtuig, ze kijkt naar het huis. Oh, wat denkt u? Kan ik deze kleren aanhouden? Wat denkt u, tante? Of zal ik me gaan verkleden? Caroline Bingley is altijd erg modieus. Lieve schat, je ziet er uitstekend uit zo. En stellig een stuk knapper dan zij. Ga nu zitten. Ga zitten. En doe alsof het de gewoonste zaak van de wereld is om het te ontvangen. Denk erom geen spoor van nervositeit.
Ja? Een dame voor u, mevrouw. Vraag me juffrouw Bingley om binnen te komen. En vergeet het nou niet, hè, Jane. Kalm, ontspannen, helemaal op je gemak. Lieverd, niet steeds slikken. Haal eens diep adem. Zo, gaat het nu wat beter? Juffrouw Caroline Bingley. Oh, Caroline. Wat een verrassing. Hoe maakt u het, mejuffrouw Bennet? Mag ik u mijn tante, mevrouw Gardner, voorstellen? Tante, dit is mejuffrouw Caroline Bingley. Misschien kom ik op een ongelegen tijd. Wellicht stond u juist op het punt om uit te gaan. Geen zins, mejuffrouw. Ik ga uit, maar mijn nichtje blijft thuis. En ze zal het zeer op prijs stellen om zich met u te mogen onderhouden. Liefje, wil jij John even bellen voor de bonbons? Nee, nee, dank u. Alsjeblieft, doet u geen moeite. Ik breng maar een heel kort bezoek. Dank u. Ja, dat is nu eenmaal iets wat aan Londen vastzit. Dat men wel haast nergens tijd voor heeft. Ik merk het iedere keer weer. Men heeft hier zoveel sociale verplichtingen, nietwaar? Zo'n onnoemelijk aantal visites te maken en te ontvangen. Och, ik weet soms niet hoe ik het moet klaarspelen. Dan mocht u zich gelukkig prijzen, mejuffrouw. Mijn nichtje zou het net zo vergaan, had zij er niet de voorkeur aan gegeven om 10 voor haar uitzonderlijk vervelende dagen te blijven wachten op iemand die zich nu eindelijk verwaardigd heeft om te komen kijken hoe ze het maakt. Dag, liefje. Tot straks. Ik blijf niet lang weg. Ik wens u een goede morgen, mejuffer. Weet u zeker dat u geen bonbons wil hebben, Caroline? Mejuffer Bingley. Nee, dank u werkelijk niet. Ik moet zo weer weg. Ik houd er niet van de paarden zo lang te laten wachten. Uw familie gaat het goed, mejuffer Bennet? Ja, dank u. Wij verwonderden ons erover dat u Netherfield zo plotseling hebt verlaten. Te meer, daar uw broer in het laatste gesprek dat ik met hem mocht hebben mij verzekerd heeft niet van zins te zijn daar ooit weg te gaan. Uw verwondering bewijst hoe slecht u hem kende. Er bestaat namelijk geen wispelturiger wezen dan Charles op aarde, waar hij het ene ogenblik van geloof te houden laat hem het volgende volkomen koud. Die indruk heeft hij inderdaad niet gegeven. Die indruk was dan ook, zoals wij al hebben vastgesteld, bijzonder oppervlakkig. Charles is charmant en weet zich ongedwongen te gedragen. Soms wel eens een beetje te ongedwongen, dat is waar. Misschien dat er daarom zoveel jonge juffers zijn die achter zijn gedragingen meer zoeken dan er wezenlijk achter steekt. Ik ken, geloof ik, maar één meisje dat in staat is om hem tot een standvastige liefde te bekeren. En wie is dat meisje? Georgiana Darcy. Maar heb ik u dat niet alles eerder verteld? De Netherfield reeds? Ja, u hebt me erover gesproken. En ook over zijn gevoelens voor haar. Juist. Ik ben blij dat mijn geheugen mij wat dat betreft dan geen parten heeft gespeeld. Verblijft mejuffrouw Darcy op het ogenblik ook in Londen? Nee, te Pemberley. Maar wij hopen haar spoedig hier te zien wanneer haar broeder naar Rosings vertrekt om bij zijn tante te logeren. Dit vindt dan al heel gauw plaats en dan moet u maar niet opkijken wanneer u onder het nieuws een huwelijksaankondiging ziet. Deze kans zal Charles niet ongebruikt voorbij laten gaan. Georgiana is niet alleen mooi en begaafd, maar ook zeer welgesteld. Nu ja, en dit laatste is Charles ook. Daarom is dit huwelijk ook zo aantrekkelijk voor beide partijen. Het is mij volkomen duidelijk. En u? Bent u voornemens nog enige tijd in Londen te blijven? Nog een maand. Er is hier zoveel te zien. Dan zou ik die maand maar vruchtbaarder besteden dan de laatste 10 dagen het geval is geweest. Mocht ik uw tante geloven. En nu moet ik werkelijk afscheid van u nemen. Ik ben al te lang gebleven. Charles zal niet weten waar ik blijf. Wist hij dat u naar mij toe zou komen? Ik geloof wel dat ik hem dat te kennen heb gegeven, zo terloops.
Ik zou u gaarne willen uitnodigen voor een tegenbezoek, maar helaas zie ik de komende maanden geen kans om maar één enkele middag vrij te maken. Dat vermoed ik al. Wilt u wel mijn groeten overbrengen aan uw broeder en meneer Darcy? Vanzelfsprekend. Uw oom en tante wonen hier niet onaardig. De stand is veel beter dan ik dacht. Werkelijk een aangename verrassing. Ja. Wel nu, ik vond het heel prettig je weer eens gezien te hebben. Doe mijn groet aan je familie, wil je? Ik hoop dat het zo goed gaat. En jou ook, Jane. Dank u, mejuffer Bingley. John, wil jij mejuffer Bingley uitlaten, alsjeblieft? Vaarwel. Ik ben zeer verheugd, lieve nicht, dat gij zo snel en prompt hebt gereageerd op de invitatie die mijn lieve vrouw u enkele weken geleden deed geruchten. Van harte welkom. Nogmaals, van harte welkom in onze nederige stulp. Ik hoop dat dit eerste bezoek niet even het laatste zal zijn. We hopen je hier nog heel dikwijls te zien. Dat is heel vriendelijk van u, neef. Hoe vindt ge het hier overigens? Heel keurig en net, niet waar? Gezellig, mag ik wel zeggen. Helemaal zo kwaad nog niet. Zijt ge ook niet van mening dat mijn Charlotte, mijn jonkvrouwtje mag ik wel zeggen, geen spijt behoeft te hebben van het jaarburcht? Charlotte kan in die dingen altijd veel verstandiger denken dan ik, waarde neef. Als dat het is wat u bedoelt. Nee, nee, wel nee. Over smaak valt u helemaal niet te twisten. En nu kunt gij bij tijd en wijle eens hier komen logeren, die waar. Dan kan ik u de omgeving eens laten zien, die mag ik wel zeggen heel bekeurlijk is. Maar natuurlijk gaan we eerst mijn tuin bekijken, die mag ik wel zeggen uniek genoemd kan worden. Hij doet alles zelf, dominee Collins, in de tuin. Bieden, spitten, zaaien, snoeien, stekken, alles zelf. En zelf oogsten. Mijn eigen doperwtjes, je zal ze eens proeven. En mijn snijbonen, zulke. Geen forser in heel het graafschap. En sappig, mag ik wel zeggen. Sappig. Jammer dat je ze hier nooit zult eten. Mijn vrouwtje is dol op snijbonen, maar ze bekomen haar zo slecht. Snijbonen. En daarom komen ze hier nooit op tafel. Mijn eerwaarde heeft zo'n meevoelende natuur dat hij weigert mij te kwellen door haar in mijn aanwezigheid zelf wel van te smullen. Dat kan ik haar toch niet aandoen. Maar voor u, lieve nicht, kunnen wij misschien voor één keertje wel eens een uitzondering maken? Niet waar, mijn jonkvrouwtje? Nee, 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 waarde neef. Ik wil voor uw grootheid van ziel niet onderdoen. Ik moet toegeven, de beschrijving alleen al doet mij reeds watertanden. Maar u en ik zullen met geen snijboon de mond van uw lieve vrouw tuigen. Dat waren onmenselijk. Het zij zo. Overigens groenten genoeg. En in alle jaargetijden. Ja, ik moet eerder bekennen dat ik zonder mijn fruiletje nooit op het idee zou zijn gekomen om ook in de winter zo'n verscheidenheid van gewassen te gaan delen. Maar ze zullen het goed doen. En flink wat lichaamsbeweging, juist in het koudste jaargetijde, is zo stimulerend voor alle functies van de mens. Jazeker. Sinds ik getrouwd ben, voel ik me elke dag sterker en jonger worden. Tot veel meer in staat, mag ik wel zeggen. Door de prikkeling van de bloedsomloop, mogen we veronderstellen, in weer en wind. Het is inderdaad niet te geloven zoals de dominee veranderd is in vele opzichten. Je moet zijn preken eens horen. Een en al vuur en vlam. De huwelijkse staat is een paradijselijke staat, mag ik wel zeggen. Jullie geluk is mij een wezenlijke verkwikking. Ja, Lizzie. Ik ben gelukkig. Kom hier, lieve nicht. Dan kunt gij boven de boomtoppen
de schoorsteen van Rosings zien. In dat opzicht is hij dezelfde gebleven. Lady Catherine blijft voor mijn eerwaarde het begin en het eind van alles. Het buiten ligt veel dichterbij dan ik dacht. Verblijft Lady Catherine op het ogenblik op Rosings? Jazeker. En wat weer betekent, je zult binnenkort zelf het genoegen smaken haar te ontmoeten. In de eerste plaats in de kerk, want mijn preken worden nooit door haar overgeslagen. En daarna zult haar stellig privé ontmoeten. Mijn persoon brengt dat mee, en niet alleen als dominee, dat zal je wel ontdekken. Ze is inderdaad niet onvriendelijk, Lizzie. Je moet alleen maar proberen haar te begrijpen en haar vooral niet tegenspreken. Mijn vrouwtje, wordt er haar in het zachtste dons gelegd. Wij gaan haar stellig 2 maal per week bezoeken. En dan wil ze nooit hebben dat wij s'avonds naar huis gaan lopen. Dan staat altijd het rijtuig klaar. Of een van de vele rijtuigen van Lady Castle in de bak. Het doet mij genoegen dat Charlotte het zo voortreffelijk met haar naaste buur, zoals met alles trouwens, heeft getroffen, waarde neef. Laten wij hopen, lieve nicht, dat u het in uw huwelijk even gelukkig zal hebben, wanneer het ooit eens plaats zal vinden. Want gij schijnt een karaktertje te bezitten wat wel bijzonder moeilijk is te voldoen. Maar laten we daar maar niet meer over praten. Gedane zaken nemen u helemaal geen keer. Ik zal de schade met opgeheven hoofd trachten te dragen, waarde neef. Ruggengraat heb ge, dat zij volmondig erkent. Wij prijzen ons gelukkertje vandaag als gast in ons midden te mogen hebben. Niet waar, mijn vrouwtje? Inderdaad, hoewel wij elkaar nauwelijks de gelegenheid geven elkaar te vervelen. Niet waar, mijn brave? Ik kan het werk bijna niet af. Kijk, kijk. Ik moet onmiddellijk naar het tuinpoortje. U excuseert. Ik had een haast opeens. Zouden de biggen losgebroken zijn en zijn kropsalade bedreigen? Wel, nee, ik zie alleen maar een ponywagen. Zijn haast duidt erop dat die ponywagen van Rosings komt. Lady Catherine? Nee, dat is mevrouw Jenkinson, de gezelschapsdame van Lady Catherine. En dat is de dochter van Lady Catherine, freule Anne de Burgh. Wat een klein en tenger krakenbeentje. Beetje ziekelijk, heel koeltjes, onuitstaanbaar arrogant. Lijkt een ideaal vrouwtje voor meneer Darcy. Ik gun hem dat goede partijtje. Lizzie, wat? Ik meende je moeder te horen. Wie is de begeleider van de dames? Luitenant Fitzwilliam, de andere neef van Lady Catherine. Ik denk dat hij een paar weken komt logeren. Oh, hij gaat met mijn eerwaarde tuinpoortje in. Dat betekent dat we hem ieder ogenblik hier kunnen verwachten. Ben jij werkelijk gelukkig? Ja. Ik word iedere dag veel gelukkiger, Lizzie. Ja, u zou dat bijzonder op prijs stellen. U hier te ontmoeten. Lieve nicht, ik heb een bijzondere verrassing voor u. Luitenant Fitzwilliam, een neef van Lady Catherine. Luitenant Fitzwilliam, mijn nicht, mejuffer Elizabeth Bennet. Uw dienaar, mejuffer. Luitenant Fitzwilliam brengt een briefje van Lady Catherine. En hoewel hij mij reeds op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van de brief, zou ik het bijzonder aangenaam vinden als jij, mijn jongvrouwtje, dit nog even aan je vriendin zou willen voorlezen. Daar ik heb vernomen dat u een gast heeft op de pastorie en het toeval wil dat ook ik juist 2 neven van mij te logeren heb op Rosings en wel luitenant Fitzwilliam als mede de heer Darcy. Darcy? Sst, lieve nicht. Ga door, mijn jongvrouw. Zou het mij een genoegen zijn u hedenavond bij mij op het diner te mogen verwachten? Het spreekt vanzelf dat deze uitnodiging ook geldt voor uw gast. Het zou me niet verbaasd hebben als u de kerstgen de wensen kan had gegeven dat wij de avond op Rosings zouden doorbrengen. Maar een uitnodiging voor het diner. U vergeet me wel dat ik het briefje nu meteen beantwoord. Natuurlijk. Jongvrouw, wil jij een glaasje wijn inschenken voor de luitenant? Hier is de sleutel. U excuseert. Ik kon niet helpen op te merken. Ik kon niet helpen op te merken hoe u reageerde op de naam van mijn neef. Kent u me reeds? We hebben elkaar in Hertfordshire ontmoet, gedurende de winter. Een merkwaardig heer om mij daar niets van te vertellen. Ik herinner me nu ook dat mijn tante uw naam wel degelijk in zijn bijzijn heeft genoemd. Hij zal mij hoogstwaarschijnlijk totaal vergeten zijn. Dat zou niet voor zijn geheugen pleiten. Nog minder voor zijn gevoel voor vrouwelijk schoon. Wanneer u mij toestaat op te merken. U bent zeer vriendelijk, luitenant. Alleen oprecht, mejuffer Bennet. Ik meen het. Al dus zou het mij zeer aangenaam zijn. Luitenant. Mejuffer. Zou uw tante het mij erg kwalijk nemen als ik van haar uitnodiging geen gebruik maakte?
Wat hoor ik daar? Ach, maar Lizzie, je moet gaan. Luitenant Urijn. Dank u wel, mevrouw Kopp. Toe, Lizzie. Ik heb een lange reis achter de rug, Charlotte. Ik ben wat vermoeid. En bovendien heb ik mijn bagage nog maar half uitgepakt. Wanneer u dus zo vriendelijk zou willen zijn mijn verontschuldiging over te brengen aan uw tante? Als u er beslist op staat, natuurlijk. Als u dus niet wil gaan, te willen van mijn tante of van mijn neef, laat mij dan proberen om u over te halen om mij uw aanwezigheid niet te misgunnen. De invitatie van mijn patrones voor het diner af te slaan, waarde nicht, waren een belediging die de gerechtvaardigde toren van Lady Catherine zou kunnen opwekken. En daarvoor hebben wij u geen gastvrijheid verleend. Toe, Lizzie. Goed dan. U bezorgt mij een groot genoegen, meneer Bennet. En ik zal Darcy eens vertellen dat hij naar mijn mening de reden is dat u zo in het begin zo afschrikt. Nee, alstublieft, dat mag u niet doen. Luitenant, mag ik u verzoeken dit briefje te overhandigen aan Lady Catherine? Gaarne. Op uw gezondheid, dames. Dominee. Tot ziens. Het is mij een waar genoegen met zo'n illustre gezelschap te mogen tafelen. Vergeet u vooral niet Lady Catherine te vragen of zij geen snijboontjes wil serveren. Pardon? Nee. Ze maakt maar een grapje, hè? Niet waar, schalk, guit. Ik loop te ver met uw middel naar thuis. Ik praat met de dochter van Lady Catherine. Oh, de luitenant is werkelijk zeer innemend. Heel wat anders dan zijn neef. Het was om Darcy eerst niet, dat je eerst niet wilde gaan. Ja. Heb je dan nog steeds zo'n hekel aan? Meer dan ooit. Maar waarom? Wat is er dan intussen nog meer gebeurd? Er is nog niet eerder gelegenheid geweest je dit te vertellen. Maar voordat ik hier kwam, ontving ik een brief van Jane, die momenteel in Londen logeert. In Londen? Wat schrijft ze? Mejuffer Caroline Bingley heeft zich pas na Janes tweede brief verwaardigd haar te komen opzoeken. Toen het arme kind al 10 dagen lang rijkhalzend en vergeefs naar haar had uitgezien. En wat mejuffrouw Bingley toen ten beste gaf was van die aard dat het wellicht beter waren geweest als zij haar neus maar helemaal niet meer had laten zien. Wat zei het nest? Ze gaf te kennen dat een verdere voortzetting van de kennismaking ongewenst was. En suggereerde een zeer nauwe relatie tussen haar broeder en mejuffrouw Georgiana, de zuster van Darcy. De huwelijksverbintenis die ze zelf het meest op prijs zou stellen, is het niet? Ja, natuurlijk, ten einde zelf beter in staat te zijn Darcy te strikken. Maar Bingley houdt van Jane. En hij zou voor die liefde zeker zijn uitgekomen, als niet zijn zuster en meneer Darcy hem dat hadden belet. Wat ik je smeken mag, Lizzie, laat vooral vanavond op Rosings hier niets van merken. Oh, maak je niet ongerust, Charlotte, dat ik jou en de dominee schande zal aandoen door vanavond allerlei moeilijke zaken op het tapijt te werpen. Natuurlijk, daar ken ik je toch goed genoeg voor. Maar laten we nou eens overwegen wat we vanavond aan zullen trekken. Wat we nu op het ogenblik aan hebben is juist uitstekend genoeg. Maar ik... Lady Catherine houdt ervan dat ieder verschil in maatschappelijke stand duidelijk in het oog springt. Dan spijt het me dat ik niet nog iets eenvoudigers in mijn bagage heb. Is ze werkelijk zo afschrikwekkend? Het valt niet mee om je daarop voor te bereiden. Nou, erger dan Darcy kan ze in ieder geval niet zijn. Oordeel daar vanavond zelf over. Als ik het dus goed heb begrepen, komt uw vaders huis er goed na zijn overlijden aan dominee Collins. Ja. Al verheugt het me voor u, dominee, toch moet ik zeggen dat ik het over het algemeen onzinnig vind. De vrouwelijke lijn van een dergelijke erfenis uit te sluiten. In de familie van mijn echtgenoot Sir Lewis de Burr hield men zich gelukkig niet op met zulke dwaasheden. En juffrouw Bennet, hoe is het met de zang gesteld? En bespeelt u ook het een of ander instrument? Een beetje op de piano. De zang mag nauwelijks enige naam hebben. Dan zal het ons aangenaam zijn u straks eens te horen. Onze piano is stellig heel veel beter dan alle andere piano's die u ooit heeft getoucheerd. Het is werkelijk een magnifiek instrument, nietwaar Darcy? Meneer Darcy en ik zijn beide idolaat van muziek. Meneer Darcy heeft al reeds met de povere kwaliteit van mijn spel kennis kunnen maken. Oh ja? Juffrouw Bennet en ik hebben elkaar een keer in Hertfordshire ontmoet. Ach, wat jammer dat Georgiana Darcy vanavond niet hier is. Zij speelt verrukkelijk als een engel. Spelen en zingen uw zusters ook? Eén van hen. Waarom niet allemaal? De Mrs. Webb hier vlakbij hebben allemaal muzieklessen gehad en hun vader is lang niet in zo'n goede doen als u. Tekent u? Nee. Wat?
tekent u niet. En uw zusters ook niet? Helaas, geen lijntje. Bizar. Mijn dochter Anne bijvoorbeeld tekent magnifiek. Ja, ze is bepaald zeer begaafd. Niet waar, Darcy? Heeft uw gouvernante dan nooit op deze zaken gelet? Wij hebben nooit een gouvernante gehad. Inderdaad, zeer bizar. Geen gouvernante. En zoveel dochters. Zomaar opgroeiend, als het ware in het wild. En ieder die maar twee woorden met mejuffrouw Bennet heeft gesproken, zal dit heftig moeten bestrijden, ik tante. Ik ben aan het woord, Fitzwilliam. Ja. Hoe oud is uw jongste zuster, juffrouw Bennet? 16 jaar. En zij gaat al uit. Bezoekt partijen en bals. Inderdaad, mevrouw. Enfin, familie is wijs. Familie is eer. In ons graafschap zouden ze eenvoudig niet op het idee komen een jongere dochter te presenteren als de ouderen nog niet zijn uitgehuwelijkd. Hoe oud bent u zelf? Met twee jongere zusters die al een leeftijd hebben bereikt waarop zij mij op de huwelijksmarkt enige concurrentie kunnen aandoen, kunt u niet verwachten dat ik u dit zal verraden. Dwaasheid. U kunt geen dag ouder zijn dan 20. En dat is nog geen leeftijd om er doekjes om te winden. Hoe oud? 21. Bijna. Tante, zou ik niet meer juffrouw Bennet mogen vragen iets voor ons te spelen? Ja, dat is goed. Maar zachte muziek. Heel zachte muziek. De harde nootjes brengen de conversatie in gevaar. En ik heb nog wat te bepraten met dominee Collet. Dominee, ik ben van mening dat uw snijbonen het vorige seizoen een lengte hebben bereikt die onwelvoegelijk is. Het spijt me, maar... Het siert de mens altijd zijn plaats te weten. Het zou verre van mij zijn te willen wedijveren met de gewassen oplossings. Maar tot nu toe heeft uw hovenier mij steeds de teelt van snijbonen gelaten. En is om die reden nooit zelf gekweekt. Ik heb achter deze welwillendheid steeds een goedgunstige wens vermoed. En niet ten onrechte, maar helaas zie ik mij genoodzaakt op mijn vriendelijkheid terug te komen. De bonen zijn u naar het hoofd gestegen, dominee. De hovaardij waarmee u ze te pronk stelt, kan u innerlijk alleen maar schaden. Nederigheid, eerwaarde, is in uw ambt een deugd waarin men nimmer de worm der ijdelheid mag laten komen. En hij knaagt reeds, dominee. Hij knaagt nu al zo terdege dat u alle maten uit het oog hebt verloren. Zulke snijbonen. Wanneer u besluit om op de komende tuinbouwtentoonstelling snijbonen van Rozings te laten inzenden, dan zal ik mij geheel terugtrekken. Terugtrekken hoeft niet. Als u maar zorgt dat ze de afmetingen hebben die passen bij uw maatschappelijke positie. En dan gun ik u van harte de tweede prijs. Nee, nee. Vergeef me. Mevrouw Collins, wat heeft u, man? Ik mag aannemen dat deze ontkenning wartaal is. Hoogmoed komt voor de val. Maar wanneer iemand dan zojuist in de diepte is gestart, mag men hem enige ontzetting toch niet euvel duiden. Nee, nee, ik bedoel geen tweede prijs, dan trek ik mijn snijbonen liever geheel terug. Zoals u wilt, dominee. Wij leven hier in een vrij land. U verbleef in Londen, meneer Darcy? Inderdaad. Mijn zuster logeerde daar enige weken. Heeft u haar niet ontmoet? Ik heb niet het genot mogen smaak uw zuster te ontmoeten, nee. Als ik het wel heb, heeft me juffrouw Bingley haar eens bezocht. Maar haar broer niet. Het is toch wel goed met hem? Niet ziek of zo? De laatste keer dat ik hem in Londen ontmoette, was hij nog gezond. Ja. Kent u dit reeds, mejuffrouw Bennet? Oh ja, dat ken ik. Darcy's lievelingsmuziek. Ik waarschuw, hij zal u bekritiseren. Laat hij zijn gang maar gaan. Het zou mij spijten als hij zijn natuur enig geweld aan deed. En dat om mijnentwege. Laat mijn aanwezigheid u verder niet storen. Lady Catherine vertelde mij dat uw vertrek van Rosings aanstaande is. Ja, zaterdag. Als Darcy het tenminste niet weer uitstelt. Meneer Darcy houdt ervan anderen naar zijn pijpen te laten dansen. Daartoe heeft hij dan ook de mogelijkheden. Een man die zo rijk is. Als jongere zoon die zijn vaders vermogen naar zijn oudste broer ziet gaan, zeg ik dit met gevoel. Wanneer heeft geld u dan ooit weerhouden te doen en te laten wat uw wens was? Jongere zonen kunnen niet trouwen met wie zij willen. Tenzij het welgestelde meisjes zijn, waarop zij gewoonlijk ook al hun aandacht richten. Meneer Darcy vertelde mij zoiets. U denkt heus een beetje te hard over Darcy. In werkelijkheid is het een veel betere kerel dan hij zich voordoet.
gelooft u? Ja, hij heeft veel voor andere mensen over. Bijvoorbeeld, hij is maandenlang in Londen blijven hangen om een vriend van dienst te kunnen zijn. En wat voor dienst heeft hij die vriend dan wel bewezen? Darcy schijnt hem bewaard te hebben voor een onberaden huwelijk. Ja, het spreekt vanzelf dat mijn neef mij dit in vertrouwen heeft verteld. Want het zou heel pijnlijk zijn voor de familie van het meisje wanneer hij onverhoopt iets mocht uitlekken. Wat was er op dat meisje tegen? Nou, als ik het goed heb begrepen, eigenlijk alles. Haar afkomst, die veel minder was dan die van Bingley. Ja, mijn neef heeft die naam al niet genoemd, maar ik vermoed dat het Bingley was. Haar fortuin wat geheel ontbrak. En dan haar bloedverwanten. Vooral de moeder. Die moet met geen paraplu te beschrijven zijn. Juffrouw Bennett zou er nooit zo naslaan als ze lessen had gehad van een leraar in Londen. Haar touché is niet kwaad, maar daar schiet men weinig mee op als men de juiste toetsen niet raakt. Juffrouw Bennett, gaat u zitten. Uw neef vertelde mij dat u de datum van uw terugreis gesteld hebt op het einde van de maand. Inderdaad, Lady Catherine. Maar dan zult u nauwelijks 6 weken hebben gelogeerd. Dat is te kort. Ik had mij uw verblijf hier veel langer voorgesteld. Schrijft u maar aan uw ouders dat ze u 2 weken later moeten verwachten. Het spijt mij, Lady Catherine, aan de datum die ik zelf heb bepaald te moeten vasthouden. Als u wat langer blijft, dan kan ik u eens meenemen naar Londen. Als het weer niet te warm is, dan wil ik u graag eens een plaatsje inruimen in mijn rijtuig. Uw maten zijn niet zo buitensporig dat ze me in de weg zullen zitten. Hoewel uw goedheid hoegenaamd geen grenzen kent, mevrouw, moet ik u toch tot mijn spijt zeggen dat ik er helaas geen gebruik van zal kunnen maken. Juist. Mevrouw Collins, het rijtuig dat u naar huis zult brengen komt dadelijk voor. Het is bijna 10:00. Maakt u zich alle gereed? Ik hou er niet van de paarden te laten wachten. Goedenavond, mevrouw Collins. Goedenavond, Lady Catherine. Goedenavond, juffrouw Bennett. Goedenavond, Lady Catherine. Goedenavond, luitenant Fitzgerald. Goedenavond, mevrouw Collins. Goedenavond, luitenant. Goedenavond, lieve. Goedenavond, meneer Darcy. Goedenavond, juffrouw Bennet. Juffrouw Bennet. Zou u mij genoeg willen doen door mij toe te staan u morgen in de pastorie op te komen zoeken? Zeker. Ik ben u zeer veel dank verschuldigd voor de gastvrijheid verleend aan mijn vrouw, mijn nichtje en mijzelf. Ik verwacht u en uw vrouw binnenkort weer hier. En als uw nichtje ervoor voelt mee te komen, mag ze hier gerust piano spelen. Op de piano in de kamer van mijn dame van gezelschap dan. Daar zal ze niemand storen. U bent te goed. Ik dank u ook namens mijn nichtje. Goedenavond, dominee. En wat de snijbonen betreft, kleiner en dunner. Goedenavond, dominee. Goedenavond, Lady Catherine. Naam zou hij mij hier willen komen opzoeken? Zou hij misschien iets afgeluisterd kunnen hebben van je gesprek met luitenant Fitzwilliam? Ik bedoel van wat de luitenant zei over Bingley en Jane. Onmogelijk. Daarvoor was hij veel te ver van ons af. Ik heb er trouwens de hele nacht niet van kunnen slapen. Wat voor recht heeft hij om Jane zo ongelukkig te maken? Meneer Bingley heeft minstens evenveel schuld. Waarom? Wel een zwak karakter. Je eigen liefdesaangelegenheden zo door een ander te laten beïnvloeden. Ja. Ja, dat is waar. Lizzie. Daar is meneer Darcy. Ik wil hem niet ontmoeten. Maar je moet. Misschien heeft hij een verontschuldiging. In ieder geval moet je hem de gelegenheid geven om zich te verontschuldigen. Waar is de dominee? Bezoekjes maken bij de parochianen. Die zien je voorlopig niet terug. Dank u zeer.
Meneer Darcy. Gaat u zitten. Ik was bijzonder blij gisteravond weer terug te zien. Na bijna 3 maanden. Inderdaad, 3 maanden. U bent ook wel erg overhaast uit Hertfordshire vertrokken. Er waren zaken die de tegenwoordigheid van mijn neef Bingley in Londen noodzakelijk maakten. Zijn tegenwoordigheid en uw tegenwoordigheid evenzeer? Mijn neef Bingley is zeer op mijn mening gesteld. En dat is dan ook de reden dat ik hem graag van mijn mening dien. Daarom ben ik ook met hem meegegaan. U bent dus zijn raadgever? Alleen op zakelijk gebied? Of in alles? In alles, naar ik meen. Juist. Dominee Collins zal het een hele eer vinden u zijn tuin te laten zien. Vooral de moestuin. Zulke snijbonen als hij kweekt kunnen maar door een enkeling worden overtroffen. Juffrouw Bennet, blijf. Ik heb iets te zeggen. Ik ben hier gekomen om u ten huwelijk te vragen.